VHP-assembleelid Assis Kumar Gayadin vindt de jaarrede van president Desi Bouterse hetzelfde clichéverhaal als de vorige. Dit ondanks de president eerder had aangegeven dat het zou verschillen met die van de voorgaande jaarredes. De parlementariër zegt dat er nog geen 15% van het ontwikkelingsprogramma van de regering is gerealiseerd. Toen waren er ontzettend veel middelen. Er waren genoeg middelen. Er was geen krapte van middelen. Maar dan nog hebben we gezien dat nog geen 15% van het ontwikkelingsprogramma toen gerealiseerd is geworden. Hier zien we de president vol trots aangeven hoeveel inkomsten binnenkomen uit leningen. Dus vol trots geeft hij aan dat hoe hij met leningen een aantal zaken zal financieren. Dat geeft aan dat de president eigenlijk op dezelfde toer bezig is geweest zoals hij in de afgelopen 6 jaar is. Kan het niet zijn dat de realisatiegraad verhoogd wordt? Want doordat er nu die buitenlandse instellingen, de banken, ISB, de Caribbean Ontwikkelingsbank, dat ze dan een vinger op de pols houden? Nou, diezelfde bedragen zijn al ook in de eerste periode geleend. Dus vergist u zich niet hoeveel middelen geleend zijn geworden in regering Bouterse 1. En wat we hier zien is, waarom is het niet gelukt toen? Omdat er slecht bestuur was. Integriteit van het bestuur, daar hebben we het gemis gezien. En ik denk dat de president juist op die punten niet ingaat hoe hij zaken die mis zijn gegaan. Er zijn zoveel klatrapporten. Heb je ooit de president in die hele jaarrede gehoord dat hij corruptie gaat bestrijden, dat die zaken die toen verkeerd zijn gegaan, dat die middelen teruggehaald zouden worden voor het volk? Dat hoor je niet. Rajin Kisunsing werd gisteren door de politie afgevoerd naar bureau Keizerstraat. Dit omdat hij voor de Nationale Assemblée stond te roepen Bouta go home en weg met Bouta, toen de president de erewacht van het Korps Politie Suriname inspecteerde. Volgens Gayadin is het duidelijk dat vrije meningsuiting in gevaar komt in het land. Wanneer we zien dat burgers, in dit geval vanmorgen hier, voor Nationale Assemblée hun mening uiten en dat de mensen aangehouden worden of opgebracht worden naar het politiebureau, dan is dat een vergaand zaak die ik vond dat hier in het huis van democratie aangekaart moest worden. Dus u wilde een punt maken? Natuurlijk, jammer dat de president bleef lachen, maar niet op is ingegaan. Dat geeft al aan een karakter, maar ik zie dit meer als te zijn een intimidatiepolitiek. Men weet dat er acties zijn aangekondigd, geloof ik maandag, en dat men probeert om zo te intimideren, vermoedelijk. We hebben de politie ook gevraagd en die gaf aan dat er eigenlijk disrespect was en verstoring van de orde. Op grond daarvan is de meneer afgevoerd. Nou, ik heb van de getuigen hier gehoord dat hij het enige wat hij gezegd heeft, weg met Bouterse. Ik bedoel, ik stel je iets voor, is dat disrespectvol? Ieder mag vrij zijn als hij vindt dat. En dat het zijn laatste jaarrede is. De politie kan allerlei verklaringen geven als zij een onderdeel vormen van een scenario om dit te doen, dan betreuren we dat. Aldus VHP-assembleelid Assis Kumar Gayadin gisteren bij de jaarrede van president Bouterse.